Goedenavond, beste vrienden. Stille zaterdag 2021. En we zijn in de Lutherse Kerk in Den Haag. Een bijzondere plek, een bijzondere avond om een programma te mogen brengen in het teken van Passie en Pasen. Bedankt voor de mooie reacties op mijn improvisaties over de psalmen van afgelopen donderdag, ook hier in de Lutherse Kerk. Vanavond is een bijzondere avond, stille zaterdag. We maken dan met de mannenkoren altijd dat prachtige programma vanuit de verstilling in 'Tis middernacht en in de hof. En het Eli Eli Lama Sabachthani, psalm 22, naar het Uzee de Glorie en naar het Daar juicht een toon. En dat mag ik vanavond doen aan de klavieren van dit prachtige instrument, terzijde gestaan door Hanno Bos. En ik heb er ontzettend veel zin in. En ik hoop dat de hoogtes en de dieptes ook bij jullie zullen binnenkomen vanavond. Bedankt voor het afstemmen. Bedankt voor de donaties om ons programma in stand te houden. Zodat we straks, na de paasdagen, ook weer door kunnen met de online concerten. Ik begin met een improvisatie in een combinatie van psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En Eli, Eli, lama sabachthani. Dat heb ik speciaal geschreven voor mijn mannenkoren. Dus speciaal ook voor de mannen van die koren die niet kunnen zingen op dit moment. Geniet van het programma van vanavond.
Ja, we hadden het er voordat we gingen opnemen met elkaar even over. Hè, dat, ik haalde het de afgelopen week ook al even aan. Als je vader aan je roept en je krijgt geen antwoord, hoe diep moet dat zijn gegaan voor ons? Psalm 22. Ik ga nu een koraalbewerking spelen over als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Ja, en een lied wat daar naadloos op aansluit, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, dat is op die heuvel daar ginds stond een ruwhouten kruis. Een prachtige lied met die prachtige gaande beweging uit de bundel van Johannes de Heer. Liederen waar ik graag over improviseer. Ik ga spelen op die heuvel daar ginds en dat blikt al een beetje vooruit naar Pasen.
liederen over het kruis. Eén daarvan is ook Mijn Verlosser hangt aan het kruis. Een prachtig koraal. En dat ga ik spelen met de strijkers van het derde klavier in de zwelkast. Dat kan je zo prachtig uit de verte laten komen. En dan als eerst een aria met een uitkomende stem, met de fluiten van het rugwerk. En dan daarna het koraal. Mijn Verlosser hangt aan het kruis.
We gaan richting Pasen. Fanfares over kroont hem met gouden kroon. Dit orgel heeft eigenlijk alles in zich. Van fluisterzacht tot een orkaan van geluid. En daartussen. Ik ga nu alle tongwerken gebruiken. Dus de dulciaal van het rugwerk, de bazuin, de trompetten van het pedaal, de fagot, de trompetten van het hoofdwerk. En dan op het bovenwerk de schalmei en de vox humana. En die koppelen we aan elkaar en dan krijg je een prachtig majestueus geluid. In het prachtige lied kroont hem met gouden kroon. Ik zei het al, we gaan richting Pasen. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Morgen der verrijzenis. Ik ga een toccatine spelen. Begeleiding op het rugwerk. En dan hoor je de prachtige flageolet. Eén voet. Sander van Marion die gebruikte die vroeger ook heel vaak. Als ik bij zijn concerten met Pasen kwam hier. Die hield van die lichtvoetige, sprankelende stijl van improviseren. En daar hou ik ook van. Wees gegroet, gij eersteling der dagen.
ons brengt bij een fantasie over Christus, onze Heer, verrees. Met iedere keer op het eind van elke regel dat halleluja. Ja, en dan gaat het verder in het volgende lied. Dat gaat over het heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Met fragmenten uit de heilige stad. Geniet van een fantasie over daar juicht een toon.
eigenlijk hoef ik dan het slotlied niet meer aan te kondigen. U zij de glorie. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van het programma Improvisaties op de Stille Zaterdag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. De overgang van Passie naar Pasen. Mede namens mijn goede vriend en vaste registrant Hanno wens ik jullie allemaal gezegende paasdagen toe. En op tweede paasdag 's avonds zijn we er weer met een programma met 4 organisten. Dinsdag ben ik weer voor de 3e keer vanuit deze kerk te horen met een totaal ander programma samen met de bekende trompetist Pascal van der Velde. Ik hoop dat jullie ook daar weer bij zijn. Voor nu, bedankt voor het afstemmen. Bedankt voor het steunen van het programma, waardoor we ook straks na Pasen weer verder kunnen met de online concerten vanuit prachtige kerken zoals hier in de Lutherse Kerk in Den Haag. Voor straks wel trusten. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar. Goede paasdagen.